Alright, het koken zit erop. Tijd voor de afwas. Yay! Ik weet het, misschien niet het leukste klusje, maar het moet wel gebeuren. Afwassen en opruimen is essentieel onderdeel van werk in de keuken. Jij moet je werkplek hetzelfde manier achterlaten als dat je ook hebt aangetroffen. Of misschien zelfs nog een tikje beter. Verzamel al je vaat aan één kant van de kraan. Maak de andere kant schoon met een vaatdoekje en leg een handdoek onder je afdruiprek. Pak je afwasstijl en doe er een beetje afwasmiddel erin. Vul hem met water, maar heet genoeg om te goed kunnen schoonmaken, maar wel zo dat je je handen er nog in kan doen. Afwassen heeft een hele belangrijke volgorde. Grofweg van minder vies naar heel vies. Je wilt namelijk je afwaswater zo lang mogelijk schoon houden. Als je zou beginnen met een vieze pan, is je water gelijk vies en vet. Ga je daarin een glas of een bord schoonmaken? Je snapt hem wel, dat wordt hem niet. Begin daarom altijd eerst met glaswerk. Daarna je servies, zoals borden en zo. Dan je keukengerei, zoals messen en lepels. En het volgende zijn je schaaltjes en bakjes enzovoorts. Dan je snijplank. En als laatste, het meest vieze, je pannen. Dan nog een pro-tip. Je zou alles eerst kunnen voorspoelen, maar dat kost ook wel je tijd. En mijn advies is dit. Tussen de afwasbak en de rand van de gootsteen zit een beetje ruimte. Een vies bord kan je eerst even onder de kraan afspoelen, zodat het water niet in je afwasstijl loopt, maar ernaast in de gootsteen. En daarna gewoon lekker het bord wassen in de tijl. En zo haal jij je afwaswater lekker lang schoon. Zorg ervoor dat je alles op zijn kop of rechtop in de draprek zet, zodat het water er goed vanaf kan stromen. Dan maak je met een vaatdoekje je aanrecht goed schoon en droog. En droog alles goed af met een theedoek en zet het neer op je schone droge aanrecht. Ga dan aan de slag met de rest van je werkplek, het schoonmaken van je gootsteen enzovoorts met een vaatdoek. En vergeet ook zeker het putje niet. En maak alles droog met een theedoek. Dan is het tijd om je docent erbij te halen. Die gaat controleren of je alles echt goed hebt schoongemaakt en droog. En zo ja, dan kan jij je vaat netjes opbergen op de plek waar het hoort. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.